In 1953 verschijnt de eerste druk van de Kapellekesbaan, de roman van de Aalsterse schrijver Louis Polboom. Het vertelt het verhaal van Ondinneke, een brutaal arbeidersmeisje dat hoger op de ladder probeert te klimmen en aan haar miserig arbeidersbestaan probeert te ontsnappen. Het verhaal speelt zich hier af in Termuren, naast de fabrieksmuur. Achter de fabrieksmuur vinden we Schotten. Vandaag een modern sportcomplex, tot 1996 een leerlooierij. Deze fabriek had eind 19e eeuw ingezet op een innovatief chemisch proces om hoogwaardig leer te produceren. Dat gaf de fabriek in Aalst, België en ver daarbuiten naam en faam. Maar het was de Aalsterse grond en de Aalsterse dender die er de prijs voor betaalde. In 1970 wou de fabriek uitbreiden, maar ze werd geconfronteerd met strenge milieuwetgeving en moest, om te kunnen groeien, investeren in een quasi onbetaalbare waterzuiveringsinstallatie. Een tweede klap kwam in 1992. Toen werd tot groot jolijt van heel wat Belgische mannen de dienstplicht afgeschaft. Maar Schotten deelden niet in de vreugde. Zij zagen een belangrijke klant verdwijnen, want al jarenlang waren zij de producent van het leer van al die soldaten hun bottinnen. Dat en de internationale concurrentie die steeds toenam, maakte dat de fabriek in 1996 de deuren moest sluiten. Wat hier vandaag vooral opvalt, is de oude fabriekschouw, die omgevormd is tot een klimtoren. Vroeger stond Aalst vol fabrieken en fabrieksschouwen. Louis Polboom omschreef ze als de belforten van de arbeid. Maar met het verdwijnen van heel veel fabrieken in de stad, verdwenen ook heel veel van die schouwen in onze skyline. Vandaag zijn er nog een paar stille getuigen die herinneren aan de tijd hoe Aalst als fabriekstad gebukt ging onder de rook van de fabrieksschouwen. Schotten en Duparc vatten de Aalsterse textielgeschiedenis goed samen. Eind 19e eeuw schieten de fabrieken in Aalst als paddenstoelen uit de grond. En ook hier, buiten het centrum, ontstaan zeer grote textielfabrieken. De industrie floreert in Aalst, maar in de jaren 50 gaan heel veel bedrijven over kop wanneer de textielcrisis in Aalst losbarst. Enkel de grote internationale spelers weten zich nog te handhaven. Maar ook zij zullen in de tweede helft van de 20e eeuw geleidelijk de deuren moeten sluiten door de grote internationale concurrentie. Hier hebben we nog de gerenoveerde sites van Duparc en van Schotten. En het is mooi om te zien hoe hier in Aalst het verleden en de toekomst hand in hand gaan.